Hallo, goedemiddag mijn lieve beestjes. Ja, ja. Ja, lieve vrienden, het is dinsdag. Het is, eventjes zien, het is de 13e maart vandaag. En we leven om 1 uur, dus 13 uur. En ik heb momenteel een vlog draaien naar YouTube toe. Ja, die is al 60% naar YouTube toe. En die wordt dan van de week geplaatst. Ja, dus komt helemaal goed. Ik heb lekker een bakje koffie voor me staan. En ik ga zo meteen eventjes proberen aan een spiegel te beginnen. Ja, en dan krijg ik vanmiddag rond 2:30 bezoek. En nog telefoontjes plegen. Dus ja, het komt allemaal wel weer goed. Het is weer een drukke dag vandaag. Maar ik heb heel eventjes tijd voor mezelf. Dus daar ga ik even van genieten. Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En welkom bij deze vlog trouwens. Ja, ja. Dan wens ik jullie heel veel welkom toe. En ik hoop dat jullie mogen genieten van deze vlog. Maar dat merken we dan wel weer. Ja. Ik zou het ook zeer op prijs stellen. Als jullie eens een keertje jullie mening geven over hoe ik die spiegels maak en of het koopwaardig is. Ja, want ik wil ze dus verkopen. Oh, en er wil er eentje naar binnen, onze rode. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, zo. Hallo, was je daar? Hi kerel. Ja, hi kerel. Hé, hi kerel. Oh, mannetje, mannetje, mannetje. Hé? Ja? Vertel het eens. Ja, ik heb wat voor jou. Ja, in de koelkast staat dat. Ja, jou krijgen nog een plakje, een halve plakje worst. Ja, ik zet ze even daar neer, jullie. En jullie staan scheef, zo. Ja, moet je even wachten. Kan niet alles tegelijk. Hé, kan niet alles tegelijk. Dan moet ik even die bak open hebben. Kijk eens. Hohohoho. Geweldig. Oh, 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 oh. Jullie hebben allemaal al gehad. Dus, jullie krijgen nou niks. Jullie hebben net gehad. En kan dan, meneertje die wordt buiten. Gaat het man? Ja. Was lekker. Was lekker man. Ja hé. Dus ja, geweldig. Maar in ieder geval, ik ga mijn koffie opdrinken. Ik ga eventjes rustig genieten ervan. En dan gaan we zo meteen aan een spiegel beginnen. Ja, een ronde. Het wordt voor een klant, dus die hek al verkocht. Dus ja, het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot vanmiddag. Zo, lieve vrienden, ik heb weer een spiegel klaar. Ja, je kan hem zo wel ophangen, maar ook zo wel. Met een kaarsje erop, hè? Ja, dat ik zal de kaarsjes er even afhalen. En daar maar even. Ik zit vast aan mijn eigen spiegel. Tenminste, aan een spiegel. Zo. En zo kan je hem dus ophangen. Oh, ik kan dat zo niet, hè? Ik zet jullie even neer, jullie mogen even van, ja, weet ik van waar van genieten. Dan zet ik hem weer even in de keuken neer. Zo. En dan is ook weer klaar. Kijk, en zo kun je hem dan ophangen tegen de muur op, waar dan ook. Ja, dan zie je mij ook. Geluk. Maar sprietjes komen er bovenuit. En een vlindertje.
En daar komt een bloemetje en daar wat bloemetjes. Ik vind hem helemaal geweldig. Ja, en hij is ook schoon qua lijm. Ja, enkel ja, stof gaat waar het niet gaan kan, hè. Dus je ziet het maar weer. Dus ik vind het geweldig. En dan gaat mijn mobiel. Komt een Wattage app binnen. Dus ja. Dat ik zeg, tot strakjes maar weer. Doei, doei, doei. Een hele goede avond. Ja, we zijn weer zowat 7 uur. Ja, ik ben even met het hondje zijn eten bezig. En dat is ook altijd een warme maaltijd. Dus ja, er moet ook eventjes wat warm water op natuurlijk even in laten trekken een beetje. En dan lust hij het wel in, man. Ja, hè. Ja, toch? Lekker eten, hè? Ja. Lekker eten, hè? Goed zo, man. Dat, ja, ik zou zeggen, voor iedereen natuurlijk ook een smakelijk eten. En, ja, vandaag weer heel veel gedaan. Heel veel. Enkel niet aan vloggen toegekomen. Dus nou eventjes doen. En ik, ja, ik heb zelfs geen eens geen tijd gehad om eten klaar te maken. Dus ik gooi zo meteen even een patatje in de oven. Of ik neem een broodje. Dat is ook wel lekker met kuppersoep erbij. Ik denk dat ik dat maar doe. Want ik heb ook niet echt veel honger of wat dan ook. Ja, honger. Wij kunnen geen honger. Vroeger heb ik wel ooit honger gekend. Maar dat is, was nog klein, tenminste wat heet. Ik woonde nog thuis, ik was, hoe oud was ik? 7, 8 jaar, hooguit 9. Heb ik nog dingen moeten doen, dat je nou niet meer aan zou denken om dat te moeten doen. Maar als je moeder geen geld hebt om eten te kopen, ja. Ik heb dus wel oud brood van een schillenkar af moeten halen. Groene plukjes eraf moeten halen. Bah. Maar in ieder geval dat heb ik moeten doen. Wij moesten ook overleven. En ja, ik ga lekker gewoon een broodje klaarmaken. Kuppersoep erbij. En ja, dat is ook lekker. En dan strakjes GTS kijken. En daarna kijk ik even wat er verder komt. En ik moet even nog plaatjes stupen. Daar ben ik mee bezig. Even kijken. En dat doe ik ook voor YouTube. Moet je wel open willen. Oh, helemaal ingezoomd. Wat ben ik nou? Daar. Kijk, ik zal het jullie even laten zien. Daar ben ik dus mee bezig om die schoon te maken. Want hij is heel erg vuil. Maar dat komt allemaal wel goed. Dus ja, daar ben ik dus mee bezig. Zo heb ik er nog een paar en ja, dan ga ik iets leuks meedoen voor bij jullie op YouTube, ja. En daarna kom ik met de diertjes, ja. Ik vind het wel even leuk, even wat anders dan anders en ja. Om iedere keer hetzelfde te doen, ik wil ook wel eens even wat anders, ja. Gewoon afwisselen, is gewoon leuk ook, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken, ik ga een broodje maken, ik ga een kopje soep maken. Ja, misschien wel, wijntje erbij, waarom ook niet. En dan morgen is het woensdag. Morgen komt er ook wat binnen. Ja, en ik geloof dat dat mijn toon is, mijn nieuwe warmteschakelaar. En dan... zullen we zien hoe dat gaat lukken. Maar dat komt dan gewoon binnen. Daarna kan ik weg. En dan later in deze week wordt het aangesloten. Dat is geloof ik weer vrijdag. Maar hele drukke schema heb ik. En alles staat op die computer. Dus ja. Gelukkig niet daar. Want dan loop ik om. En dan kan ik dit niet eens niet meer doen. Dus ja. Lieve vrienden. Ik zou zeggen nogmaals. Fijne avond. En tot later op deze avond. Tot straks maar weer. Hey, mijn kereltje. Hé, hey, ja. Het was toch weer avond, hè? En we leven zien, we leven om 10:45, zegt die klok. Hoe laat heeft de computer het? Nou, die heeft het 22:49 en het is nog steeds de 13e. Ja, waar was je?
Ah, was je daar, kereltje. Hé, en ons prinsesje die ligt in de stoel te slapen. Ja. En waar is ons ander meisje? Nou, die ligt daar op de kachel. Die heeft de warmte maar even opgezocht. En ik ben weer even bezig geweest met spulletjes uitzoeken voor een nieuwe spiegel te maken. Ook dat ben ik mee bezig geweest. Ik ben er nog niet mee klaar. En dat is allemaal bling, bling, bling. De kleine vlindertjes. Grotere vlindertjes in een andere kleur. Hartjes, dezelfde kleur dan die grote vlinders. En dat is groene grote blaadjes en groene kleine blaadjes. Dit is de grote. En dit de kleine. Ja, ik vind het wel leuk. Even omdraaien. Zo. Nou ja, die bakjes die kennen in elkaar. Dan vouw ik het zakje weer even dubbel. En dan gaat het daar weer in. Nee, dan moet het wel willen wat ik wil. Zo, die kan er ook op. En dan is... Oh, er zitten nog vlindertjes bij. Die kan daarbij in. Die kan erbij in. En ik zag nog wat. Ik zie nog wat schitteren. Wat er niet in hoort. En ik meen dat ik nog wat zag. Of niet? Nee, dat is allemaal rood. En dat, ja, het lijkt op een model van een schelpje. Ja, en dan is het, ja, oceaanblauw. Het is niet echt groen, maar het is ook niet echt blauw. Dus, nou, en dat moet ik nog uitzoeken. Er zit van alles, waaiertjes en ander soort bloemetjes. In een haasje, dat moet een haasje voorstellen. Dus ja, leuk. Maar ja, dat zit allemaal bij elkaar in één zak. Dus ja, dan is dat wel uitzoeken geblazen. En dan was jij weer. En dan was mijn hondje weer. Ja! Oh, lekker ding. Hé, ja, je bent lief, hè? Ja, je bent lief, hoor, schat. Ja, schat. Hé, ja, schat. Pietje Paulus van huis op de televisie. Die hebben het over de aankomende nacht. Oh, die heeft het alweer over vorst. Nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, dit was weer het einde van deze vlog. Het einde van deze dag. Die zegt dan met een lach. Hé? Keer, oh ja, je balletje, hè? Maar, lieve vrienden, ik zeg dan voor vandaag een fijne avond verder. Welterusten. Lekker slapen, God zegen en tot aan de andere kant van de nacht. Tot morgen. Goedemorgen. Ja, het is 11:30. Kiekeboe. Hallo. Ja, lieve vrienden, het is woensdag, het is de 14e maart, het is 11:30. Mijn begeleider is al geweest en ik wens jullie ten eerste al een welkom eerst bij deze nieuwe vlog. En ik heb alweer een half ochtend achter de rug. Een ochtend achter de rug. En weer dingen waar je boos om kan worden.
Niet op mijn hulp, maar iemand anders, ja. Maar dan gaan we ook weer achteraan. En we wachten de rest af wat hij nog toestuurt, zou sturen. En dan komt het allemaal hopelijk goed. Maar ik ben bang van niet. En anders trekken we er een rechtszaak erbij. Ja, als het al moet, ja. Simpel zat. Ze hebben geen geld van je in te slikken. Geen geld achterover te drukken. Rijk worden over een andermans rug, noem ik dat. Maar in ieder geval, dat komt hopelijk goed. En ik wens iedereen natuurlijk een hele fijne, zonnige dag. Hier is het bewolkt, maar ook de zon die schijnt. Ja. En mijn hondje die ligt lekker rustig op de bank te kwispelstaarten. Hé, hey, ja nou. Ja, hé. Hey. Ben ik die vondje, hè? Ja. Dat, dat ik wens iedereen dus een hele mooie, geweldige dag met God zegen. Ik zal even mijn vitrage goed doen, die hangt weer over van de plant heen. Dat doen de poesjebeestjes, ja. Maar in ieder geval, dan zeg ik tot later vandaag. En doe leuke dingen. Doei, doei. Ja. Ja, en het is helaas al avond. Ik heb geen tijd gehad om te vloggen vanmiddag. Want er wil er eentje binnen. Ons meneertje. Want ik had geen internet. Ben een dik 2 uur van internet, telefonie en televisie afgeweest. Ja. Storing of zoiets dergelijks, weet ik veel. We zijn weer aan bellen geweest. Die achterlijke budgetbeheerder die heeft een heleboel fouten gemaakt. Ja, dat ik zal hem ook aan niemand. Zal ik hem aanbevelen? Nee. Ik noem ook geen namen. Dat doe ik ook niet. Ik wil hem niet in het zwarte daglicht zetten. Maar ik zal hem ook aan niemand aanbevelen, nee. Want ja, we weten dat hij een spaarpotje had opgebouwd. Nou, weg. Niks. Noppenjendo. Maar doet er niet toe. Ik ben eventjes snel, het was al wel laat, maar ik heb even snel nog wat eten gehad. Had vergeten vlees uit de vriezer te halen voor mezelf. Dus ik denk, nou, dan haal ik wel eventjes bij de deken van die kant een klare maaltijden ook lekker. Omdat je toch momenteel heel druk bezig bent met alles naar iedereen en instanties te bellen. Gas, water, licht moet allemaal overgezet worden, weer naar mij toe. Dat doet hij ook niet, behoort hij wel te doen. Maar nee, doet hij niet. En bij sommigen zit je veel te hoog in de bomen, veel te duur. Dus dat wordt allemaal straks ook TZT veranderd en opnieuw gedaan. En ik bedoel, ik moet ook ik geloof 22 euro nog wat betalen voor als ik er straks niet meer ben voor mijn crematie. Dat kan veel goedkoper. Ja, ik hoop dat als ik het al over kan zetten, dat het bedrag wat ik al opgebouwd heb, dat dat mee kan genomen worden. De ene doet wel, de ander doet het niet. Maar zo waren er ook meerdere dingen. En, wat ook door werd betaald, het abonnement van de mobiel van mijn man. Mijn man is net even een jaar dood. Ja, die leeft niet meer. Hoezo dan doorbetalen? Hoeft toch niet? Zijn we ook achteraan gegaan? Dat zou die budgetbeheerder dus gedaan hebben. Nou, niet dus. Dus dat geld krijg ik straks allemaal gelukkig weer terug. Dus ja, een moeilijke, zware dag, zeg ik maar. Dus ik zeg nu, ik ga even mijn tasje uitpakken en de boel opruimen. Want hier leg wat, daar leg wat. Dus liggen hier mappen om me heen. Dat zal ik even opruimen. En dan zeg ik tot vanavond. En geniet van jullie avond. Dat ga ik ook doen. Ja. En ik probeer natuurlijk even
De filmpjes die ik gemaakt heb, binnen er niet veel. Ik geloof 2 of 3 met deze mee. Zet ik nog eventjes op mijn pc. En die zal ik proberen in elkaar te zetten met mijn videopad. En dan kan die ook weer naar YouTube toe. En dan wordt die ook van de week weer geplaatst. Ja. Dus lieve vrienden, geniet van jullie avond. En tot later op deze avond. Ik zou zeggen, tot strakjes. Een hele goede avond. Ja, ja. Ik ga dit weer als een afsluitertje gebruiken voor de vlog. En ja, het was vandaag weer een hele drukke, bewogende dag. Bewegende, weet ik wel. Maakt ook niet uit. Een hele drukke, vermoeiende dag. Waar veel is in gebeurd. Waar veel is in gedaan. Ja, dat ik ben het eigenlijk allemaal zat. Ja, en mijn hondje ligt zo lekker lief. Dat wil ik jullie even laten zien. Met mijn prinsesje erbij. Hoe geweldig lief is dat. Hij snurkt er zo wat over. Hij vindt het ook helemaal niet erg meer dat ik dit doe. In het begin wou hij er eigenlijk niks van hebben, maar... Ach ja. Die bling-bling waar ik gisteren ook al mee bezig was, heb ik nou allemaal uitgezocht. Dat, wat bakjes ik heb. Ik weet het allemaal niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bakjes. Met van het bling-bling. Ja. Jullie willen het zien? Nou, dat kan. Hoop ik. Dat is 1. Dat hier neerzetten. Zo, dat is. Nou, dan laat ik eerst dit allemaal even zien. Dat is, ja, wat is het? Hartjes. Grote vlindertjes. Die rode schelpjes. Grote groene blaadjes en kleine groene blaadjes. Dat zijn die haasjes. Of jullie het zien kunnen. Konijntjes, wat moet het wezen? Ja, dan zit dat in elkaar. Even zien waar die open kan. Dat zijn die blauwe dingetjes. Baaiertjes, of wat het ook mag wezen. Dan moet ik die andere nog. Nou ja, een beetje roosachtig. Van die bloemetjes. En dan hier die rode schelpjes. En dan heb ik nog een dekseltje met die, ja, wat niet blauw was en niet groen was. Dus. En dan kleine gouden rondjes. En gouden bloemetjes. En ik had een beetje andere kleur goud dan deze. En dus ja, dat weer heel veel voor de spiegel. Maar ik ben het zo zat, zo moe van vandaag. Dat, ja, dat wil je niet weten. Dus even zien, nou komt die daar weer uit. Zo, zo. En dat kan dan daarop. En dan moet dat dekseltje daar weer op. Zo dan. Dan moet ik die even op schouder van die pakken. En zo. Nou, voilà. Nou ja, dan is dat zakje daar ook. Zo, dus dat staat daar aan de kant. Klein beetje afwas. Nou ja, laat me staan. Ik heb het. Ik ben moe. Ja, mijn lichaam is moe. Ik heb ook heel veel pijn. Dan gaat de brievenbus. Dat krijgen we dan deze tijd nog binnen. Reclame. Nou, pak ik straks wel. Heeft geen haast wel? Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond verder. Voor later, welterusten. En God zegen. En tot aan de andere kant van de nacht bij de nieuwere vlog. Doeg, doeg!